Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 19 van Ab Urbe Condita 26. In het voorafgaande heeft Livius verteld dat Scipio Minor vanaf zijn vroegste jeugd de gewoonte heeft ontwikkeld om 's ochtends voor zaken te gaan doen, eerst zich een tijdje terug te trekken in een tempel. Over deze gewoonte gaat deze opnieuw een lange zin. Hic mos, deze gewoonte, mos is een gewoonte. Servatus staat erbij bewaard per omnem vitam, gedurende zijn hele leven bewaard, volgehouden. Hic mos, nominativus, kon je al zien dat dit onderwerp is. Het werkwoord is fecit, die maakte fidem, dat is het leidend voorwerp, die wekte geloof apud quosdam bij sommige mensen. Die verwekte dus bij sommige mensen geloof aan de mening die verspreid was, een vulgatae opinio. En dan geeft Livius weer twee mogelijkheden, hetzij consulto, opzettelijk, hetzij temere, toevallig. Dus opnieuw wekt Livius de mening op dat Scipio dit opzettelijk doet om zijn religieusheid goed te laten uitkomen. Die wekte dus bij sommigen de fidem, het geloof. Inhoud van dat geloof staat achter fecit in de vorm van een ACI, dat hij een man was. En dan hou je twee woorden over, stirpis divinae, van goddelijke divinae afkomst. Dus sommige mensen gaan dan geloven dat hij van goddelijke afkomst is, dat hij een zoon is van de goden. Retulitque, en hij bracht terug, staat er letterlijk. Hij bracht die gewoonte, is nog steeds het onderwerp, die bracht terug, die bracht opnieuw in de omloop het verhaal, het famam. Prius Vulgatam eerder verspreid, dus een verhaal dat eerder verspreid is in over Alexander Magno, Alexander de Grote. Dat verhaal dat was ook parem gelijk in twee dingen, zowel in ijdelheid, in ongeloofwaardigheid, als in het zwetskarakter, het fabeltjeskarakter. Livius gelooft het dus niet. En dan weer de inhoud van dat verhaal, opnieuw in de vorm van een ACI, conceptum eum esse, moet je aanvullen, dat hij verwekt was door het slapen met, door gemeenschap met, het Latijn zegt gemeenschap, van anguis emanis en genitivus, door gemeenschap van een enorme anguis, een enorme slang. Anguis emanis, dus genitivus, die afhangt van de ablativus concubitu. Het verhaal dat hij verwekt was door gemeenschap met een enorme slang. En het verhaal, even kijken, dan moet ik dat in de slaapkamer van moeder van zijn moeder, visam esse, het verhaal dat gezien was, dat de aanblik gezien was, specium visam esse, per saipe, erg vaak, de aanblik of de gestalte eius prodigii van dat wonder, dus die slang wordt daarmee bedoeld, dat de aanblik van die slang erg vaak gezien was, in cubiculo, in de slaapkamer van zijn moeder. En dat die slang evolutum, esse, dat die species, die aanblik, die verschijning, dat die was weggegleden, plotseling, interventu hominum, door de interventie van mensen, dat door het naderen van mensen, die slang, dat monster, was weggegleden, plotseling, en uit de ogen weggeglipt, elapsam esse, moet je opnieuw aanvullen. Dus ofwel per ongeluk, ofwel opzettelijk ontstaat over Scipio het verhaal dat hij geboren is uit een slang. En dat die slang in de slaapkamer van zijn moeder gemeenschap heeft gehad. En dat hij dus die zoon is van die uiteraard goddelijke slang.